Wie als laatste in het zwembad valt, wint de challenge. Oké. Okay. Oh. Oh nee, disconnected. Oh. Ah. Hey, hey. Dit is wel de leukste manier om te eten. Oh. 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 Alsjeblieft. Hoe dan? Spannend, hij weet nog niet. Oh, nee. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben wij opnieuw, zoals meestal, altijd wel een superleuke challenge. Celine is zoals altijd weer supergoed aan het lachen. Ja. Maar, voor we beginnen aan deze challenge, voor hoeveel likes gaan we? We gaan vandaag voor 35.000 likes. Maar welke challenge? Ah, moet ik dat nog uitleggen? Ja, natuurlijk. Wie als laatste in het zwembad valt, wint de challenge. Oké, okay, ik dus. Nee, ik. We hebben ook Emma en Lucas. Ik win nog steeds. En hoe de challenge in elkaar zit, leg ik zo dadelijk uit. Maar vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. Yes. We gaan voor 450.000 abonnees. Mm. Niet 450 miljoen, maar 450.000. Ja. Dus abonneer zeker op ons kanaal. En wij gaan nu beginnen aan deze superleuke challenge. Celine is wel altijd echt actief, toch? Ja. Horloge af? Ja, oh. Oké, okay, geef maar. Ik heb een leuke vraag. Die bij de horloge past. Inderdaad. Om hoe laat zie jij deze YouTube-video? Reageer het nu. Oh, even alles duidelijk maken. Lucas, de challenge van vandaag is heel makkelijk. Er liggen hier 100 miljoen floaties in het zwembad. Oké? Oké. Iedereen springt straks op één floatie. Mm-hmm. En daar moet je zo lang mogelijk op liggen zonder dat je in het zwembad valt. Easy. De enige regel is, je mag elkaar niet in het water duwen. Oké. Okay. En elk uur, om het uur, moet je veranderen van floatie. Oh, leuk. Alles wordt wel duidelijk in de challenge. Ja. En er is ook één safe floatie. Kom maar mee. De safe floatie. Dit is de emoji. Ja. En wie op de emoji ligt, mag niet in het water geduwd worden. Oh. Maar onthoud, als je iemand in het water probeert te duwen, kan je ook zelf in het water vallen. Dus vrede is denk ik de beste oplossing. Dus enkel via de floatie mag je elkaar proberen in het water te duwen? Ja, je mag elkaar niet aanraken, voor alle duidelijkheid. Enkel de floatie. Goed dat je het zegt. Goed dat jij nog nadenkt. Michiel, mag ik beginnen? Je mag beginnen, Lucas, als eerste. Omdat Emma haar semi-shirt niet aan heeft, mag jij als eerste, Lucas. Maar ik wou gewoon niet dat hij nat werd. Oh, okay. Ja, dat is wel lief. Dat is wel lief. Maar toch, Lucas, begin maar. Oh. Oké. Okay. Lucas gaat voor de boot. Oh. Uh-oh. Hier. Hé, hey, dank u wel. Waterpistool. Mag ik het combateren? Cool. Oh, Milou. Oh. Milou gaat op de safe floatie. Milou wil erbij. Ik denk dat Milou bij Lucas wil. Ik ga bij Milou op de emoji. Op de emoji? Oeh. Okay. En de emoji is ook de safe floatie. Kom maar bij mij. Oh, ja, hij houdt het nog. Och, geren die hond. Oké, okay, nu is dat jou. En ik ga voor deze. Je hebt echt een mooi kleedje aan. Dat is een kleed als een t-shirt van jou. Oh. Ja. Dat is wel een mooi kleedje. Dank je. Heb je daaronder nog iets aan? Ja, een bikini. Ah, dat is het goed. Oké. Okay. Pas op, want het middenste stuk is kapotgebeten door Milou. Oh. Dus dat je daar niet doorvalt. Is dit een nadeel om eerder in het water te vallen? Dat is een nadeel. Dan ga ik voor de unicorn. Oh, oké. Okay. Kan ook, kan ook. Ja. Goed zo. Wow. Oh-oh. Houdt het mee? Ja, het houdt. Oh, het is super raar. En voor alle duidelijkheid, mensen, wie als laatste in het water valt, wint deze challenge. Celine! Oh, oké, ja, ja. Oké. En krijgt 100 euro van mij. Geen grap. Okay. Horen jullie dit geluidje? Ja. Of dat geluid? Het is de drone. Oh, waar is de drone? Oh, daar. Daar. Oh, hij komt boven. Daar is hij. Wow. Oh, oh. Damn, dat is cool. Heb je ervaring met vliegen of niet? Ja, toch wel. Oké. Okay. Hey. Lucas zit daar chill. Wow, damn, dat is echt hoog. Maar waarom doet dat zo tijd? Omdat de batterij plat is en het is best eng. Want hier staat erop dat ik nog maar 2 minuten kan filmen. Kan dit plots in het water vallen dan? Dat kan. Ja. Maar we kunnen nog hoger, kijk. Nee, ga landen, hè. Damn, die is echt super hoog. Wow. Oh, oh. Disconnected. Oh, nee. Oh, nee. Echt? Echt waar? Oh nee, disconnected! Oh my god! Als er nu in het water valt. Oh nee! Oh nee! Ik moet even het water! Nee! Oh! Hij mag niet in het water! Ja, ja. Lucas, vang hem! Die droom kost 1000 euro! Vang hem!
waar, vangen! Oh my god! Vangen! Oh! Ja! Oh! Oh! Is uw hand kapot of niet? Nee. Oh, dat deed zo... En dit... je bloed? Echt of niet? Gewoon hier een sneetje. Oké, dit was ook geen grap. Het kwam erop. Ja, verbinding verbroken. Oh, damn. Tonis? Oh nee. Mijn vingers. Ja, ik heb er weinig gevoel in. Oh, garme. Ja. Oké, maar Lucas, heb je verzorging nodig? Anders mag je even uit. Ja, je mag rechtuit. Ik ben er ook uit om hem te redden. Nee. Jawel, je mag even EHBO gaan doen. Ja. Oké. Okay. Okay. Dit was een noodsituatie. Ja, inderdaad. Daarna doen we voort. Oh, het water is zo koud. We liggen nog allemaal op onze floaty. Yeah. We liggen eigenlijk terug op onze floaty. Oh, Milou gaat erbij komen, denk ik. Kom maar, Milou. Kom maar. Ja, hier is Milou. Oh! 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 Hey, hey! Milou! Oh. Intieme momentjes. Michiel bedriegt u. Ja, oké. Hey, bedrieger. Wat is dit? Alright, Lucas zijn vingers hangen er nog aan. Oh, Milou wil veranderen van floaty. Oh, dat is weg. Gaat ze springen? Is ze weg? Ja, ze is weg. Ze zit op een andere floaty. Hey, Milou. Milou doet mee met de challenge. Ja, Milou doet nu officieel mee met de challenge. En het is nu ook 1 uur later, wij gaan gewoon voortdoen met de challenge. De beelden van de drone die zijn we kwijt, want de verbinding was verbroken. Maar we hebben wel nog leuke beelden van een vorige video die we gemaakt hebben op TikTok met Celine. En deze tonen we jullie nu. Zit iedereen op een floaty? Oh. Ja! Milou! Oh, je moet nog wisselen, Milou! Oh nee! Hé, dat is zin! Die zag ik echt niet aankomen. Het spijt me niet, want ik ga winnen! Oh! Nee, is goed! Ik ben nog nooit zo snel uit een challenge gegooid. Sorry, het is een eerste keer, Michiel. Inderdaad, ik voel me echt wel slecht nu om eerlijk te zijn. Kijk jullie hier zitten. Oh, zalig. Maar nu dat je uit water bent, mag je wel snoepjes of zo halen voor ons? Oké, ik ga wat eten halen. Dank je. Wil jij ook iets om te eten, Milou? Ja. Alsjeblieft. Speciaal voor mij en ik heb jou in het water gezien. Oh! Ik heb het echt niet op beeld. Was ze in het water of niet? Ja. Ja, nee. Je hebt geluk, Lucas. Ik heb het niet op beeld. Maar ja, de helft maar. Ja, maar ik heb het niet op beeld. Je hebt geluk. Ik heb het ook niet gezien. Ik was naar Celine aan het kijken. Wat ik dus ging zeggen... Je hebt al iets. Het maakt me niet uit wat je ging zeggen. Dankjewel. Hoe is het op de stier? Lucas! Wacht. Milou, wil je ook iets? Is dat voor Milou? Kan je eraan? Alsjeblieft. Ja, ze kan eraan. Ga ze eraan? Nee. Milou! Oh, koekjes! Maar ja, als Milou er nog op wil, mag ze er wel terug bij. Jij ook een hondenkoekje? Nee, dank u. Jij? Nee. Iemand hondenkoekje? Yeah! Yeah. Dat je verloren bent! Nee, bedankt. Lekker. Straks mag je nog meedoen met de challenge, hoor. Ja. 1 uur later, tijd voor de wissel! Go! Gaat er iemand vallen? Gaat er iemand vallen? Solange moet eraf. Ja, Lucas, succesvol. Ik ben niet zo slecht. Oké, het lukt wel. Niemand is in het water gevallen. En ik ben safe. Oké. En ik heb direct een challenge. Je mag niet, Lucas. Hier mag je niemand van duwen. Ik heb een challenge. Oké. Degene die dit vangt. Mag iemand kiezen die uit de challenge gaat? Oh, cool. In 3,
2, 1. Oh! Go! Oh! Go! Oké, okay. Emma heeft het door. Milou, vang! Oh, bijna. Nee, 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 nee! Oh! Oh, Milou gaat het pakken. Milou, dat meen je niet! Maar geef het maar aan Milou. Oh nee! Catch Milou! Ja, braaf! Zelfs als Milou met de mond. Catch! Dit voelt als karma. Okay. Dit is echt de verliezertrap. Ja. Nu is het nog tussen Emma en Lucas. Dat is wel spannend. Super spannend. De battle tussen de broer en de zus. Het is kou. Allee, jongens. Iedereen is ondertussen al nat. Allee. Celine is terug. Allee. Ah, Milou. Hey, Milou. Nee, allee. Stop. Maar je moet ook niet te veel pesten, natuurlijk. Oké, okay, oh. Penny shirt. Ah, Lucas. Het scheelt. Mooi, mooi, mooi. Oké, okay, ik stel voor dat Celine en ik naar binnen gaan en binnen een uurtje komen we terug. Misschien gaan we eten maken voor jullie. 5 minutes later. Wauw. Kijk ze klaar zitten, kijk ze klaar zitten. Zo. Oh. En een potje voor Lucas. Heerlijk. Dank u wel. Smakelijk. Oh, dit is wel de leukste manier om te eten. Ik heb liever toch binnen. Liever binnen? Ja. Lucas laat het smaken. Ja. Eet je spaghetti met mes of vork? Met vork alleen of met vork en lepel? Oei. Oei. Maar jij laat morsen. En je hebt een fan ook. Mm-hmm. Met vork alleen, denk ik. Met vork alleen. Mm. Oh, ze zijn wel stil als ze eten. Ja, wij gaan ook gaan eten zeker. Ze zeggen niets. Wij gaan binnen eten. Tot straks en niet vals spelen. Ja, en roep maar als het op is. 5 minutes later. En de restjes worden opgegeten door de honden. Oh, we hebben ze net buiten gelaten en nu zijn ze dus ook aan het eten. Klopt, en toen dat wij aan het eten waren, hebben wij Truin gebracht naar Emma en Lucas, want het is echt wel al koud buiten. Yes. Jij hebt je gsm? Ja. Wil jij je gsm nog altijd niet? Jawel. Wil jij hem ook? Ja. Oké, dan gaan we hem halen. Emma, voor we je gsm halen, het is tijd om te wisselen. Oh! Lucas, wissel. Geef je gsm. Oh. Jullie kunnen elkaar ook nog altijd van de vlootje doen. Ja, nee, nog niet. Oh, dat is goed. Maar dat is koud hier. Ja. Sorry. Voilà. Ja, Lucas is gewisseld. Ja, voilà. Oké. Okay. Emma, wat ga je doen? Ja, het is koud, maar ja. Ik ga gewoon zo zitten. Ja, ik denk dat Emma niet zo lang meer gaat volhouden. Lucas, je bent goed. Oh, wow! Oh, Lucas! Maar je mag de rand raken, hè? Je mag gewoon niet in het water vallen. Ja. Dat is iets van plan, denk ik. Nee. Nee, gewoon even stretchen. Ja. Wij hebben net een film gekeken en Celine vond het precies wel echt een leuke film. Ja, het was heel erg leuk. Het was Just Dance. Step. Ja, Celine zei net... We noemden die film niet meer, Just Dance. En ik zeg, nee, Step Up. Ja, Step Up. Want dat was ook met dansen, dus daarom was ik een beetje mis. Ja, ja, kan gebeuren. Dat is wel leuk. En ondertussen is het al redelijk donker geworden buiten. Ja, sorry. En ik ben benieuwd of Lucas en Emma nog altijd bezig zijn met de challenge. Hopelijk wel. Het begint al laat te worden. Oh my god, dit is super leuk. Het is ondertussen al donker. Niet super donker, maar zo lijkt het super donker. Kijk, het valt wel mee. En Emma heeft een bericht gestuurd dat Lucas aan het slapen is. Ja, ik weet het, maar Lucas hoort ons niet. Hij is super weg. Dat kan toch niet? Oh my god. Trouwens, we hebben ook super veel kledij gegeven en dekens naar Emma en Lucas, want het is echt al koud buiten. Yes. Dus moesten jullie denken, heus, we hebben nu veel kleren aan. Dat is door ons. We gaan gaan kijken. Ja. Oh my god. Wil je eruit? Ik wil hem hebben. Wil je uit het water of niet? Ja. Heb je kou? Ja. Maar je kan hier toch slapen? Nee. Nee. Ja, maar Lucas hier gewoon laat slapen. Ja, maar dan vindt hij wel een challenge. Nee, maar als je hem even naar binnen gaat, Lucas weet dat toch? Nee, maar ja, we moeten dat wel, als we Lucas pranken, vindt hij wel de challenge, toch? Hij verdient het wel een keer, hè? Ja, hij verdient het wel. Kom,
kom uit het water, dan is Lucas gewonnen, maar hij weet het niet. De iPhone, hij mag wel een deken. Heeft hij nog geen deken? Enkel een trui. Oké. Ja, oh, ik ben volledig. Ja, maar ja, er lag water op en ik ben daarin gaan zitten. Oké, geen probleem. Kom, we gaan naar binnen. Slaap wel, Lucas, en proficiat met je overwinning. Kom, dat is echt spannend, hij weet nog van iets. Oh, kijk, we hebben allemaal dezelfde trui aan. Hoe toevallig is dit? Niet onbezettelijk. Nee. Oh, ik zie het net. Ik had het nog niet door. Dat is wel leuk. Zalig. En Lucas ligt te slapen in het zwembad. Ja. Lucas, als je deze video ziet, proficiat. Je hebt de challenge gewonnen. Eigenlijk ja, was de challenge, wie als laatste in het zwembad valt, die wint. Ja. Maar Emma is niet in het water gevallen. Nee, maar ja, opgeven is ook wel verliezen. Opgeven hè? Is ook ja. Verliezen, inderdaad. En Lucas ligt er nog altijd, dus Lucas is de winnaar. Klopt. Bedankt om te kijken, we gaan voor hoeveel likes? Oei, dacht 35.000 likes. Ik dacht 45 miljoen duizend likes. Oh, echt? Ja, ja dan gaan we voor zoveel likes. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal, we gaan voor 450.000 abonnees. Ah, ik dacht 450 miljoen abonnees. Maar wij zien jullie in de volgende video. Peace! Peace!